Wil je een knuffel, Basiel? Ik kom echt aan deze mensen navel, ik ben echt zeker. Hallo, ik ben Florian. En ik ben Marike. We hebben moeten afscheid nemen van Ingrid en Martijn, maar we hebben wel ook de mol gevonden. Deze keer zijn we het zeker. Axel! We begonnen al bij de verfbom. Iedereen verschiet keihard. Behalve Axel, die blijft gewoon zitten. Nochtans kennen we Axel als een pussy. Hij zegt het zelf. Iedereen gaat pezen, maar pussies. Pussies, ja. Hij durft niet springen. Ik spring niks. Nee. Sorry. Hij heeft last van zijn blaar op zijn handen. Oh, het vel is eraf. Behalve als hij de opdrachten kent, dan is het Mr. Cool himself. Het is toch vreemd dat iemand die schrik heeft van alles en ineens totaal geen schrik heeft als er in het donker in zijn kamer een groot luid varken komt. In de opdracht op de visboerderij gooien Axel en Eva direct hun eerste vis in bak 1. Ja, die hadden. Nee. Direct in de eerste? Ja, de... Oké, okay, goed. Maar dat hebben ze niet gecommuniceerd aan het andere team. Oh, wacht. Zij hadden evengoed ook hun vis in bak 1 kunnen gooien in plaats van in de twijfelbak. En dan was de opdracht helemaal mislukt. In de laatste opdracht moet Gilles de Mol nog brieven en hij roept eerst Axel bij zich. Natuurlijk is dat slim, want dan weet hij dat hij dezelfde gebaren kan doen bij de andere kandidaat. We zien ook Axel met zijn hand voor zijn mond iets terug zeggen tegen Gilles. Misschien heeft hij daar de namen door van de kandidaten die in de kajuit moeten. Of gebaart hij daar dat zijn neus bloedt. Zoals we hem horen zeggen... En hij past de tip die hij van Gilles kreeg ook meteen toe door water in de kist te laten lopen, waardoor de fakkel nat wordt. Oh shit, er komt water in. Nee, dat is dat zeg. Er komt water in. En hij spoort Martijn ook aan om zijn zwemvest open te trekken en zo gaat er weer 5 minuten straftijd verloren. Trek maar als je wilt. Trek maar. Ja. En hoewel Axel de grootste is van de bende, laat hij toch eerst alle kleinere mensen proberen om met de fakkel het touw door te branden. Tijdens deze opdracht hebben we ook nog een verborgen hint gevonden op het letterslot. Axel Mol. En tot slot reageert Axel altijd op dezelfde manier tijdens de eliminatie. Dan slaat hij zijn handen voor zijn ogen. En voor zijn ogen. En bij Eva deed hij dat niet, want Eva was natuurlijk niet de echte afvaller. En dat wist hij als mol. Voor ons is dus duidelijk, Axel is de mol. Heb je zelf nog iets anders gezien of verdenk je iemand anders? Laat het ons dan zeker weten. En dan zien we volgende week terug. Daag!